Er zitten drie arme dammetjes op een rij, op een lang bank, op een binnenkoer. En ze hebben het over vroeger, wat dingen. En hoe erg dat de wereld op korte tijd veranderd is. Och, weet het nog, zegt Marie. Vroeger. Vroeger, als we wat nieuws te vertellen houden, dan schreven we een brief, weet het nog? Dan moesten ze briefpapier pakken. Briefpapier, dat kennen ze tegenwoordig niet meer. Of toen geel koord, die zien er ook niet meer. En als die dan verig was, dan moest er een temper op. En dan moesten ze naar de post. En dan maar wachten en wachten, soms 2 weken lang of nog langer, eer dat je antwoord had. Maar tegenwoordig, ze mailen erop los. En hier dat je ook gedraaid hebt, is het antwoord al door. Maar zit Rika, maar. Het gaat nog veel rapper. Nee, ze pakken hun gsm of hoe heet dat ding. Ze klikken ergens op en die zien mekaar. En ze praten of dat niks is. Niet te geloven. In onze tijd, dat is nog niks, het Suska. Dat is nog niks. Pak nou het reizen. In onze tijd, dan houden we uren en uren nodig als we naar Tante Marie wouden of naar de kermis in Luik. Maar minst. Maar tegenwoordig, wat een verschil. Ze springen in de vlieger en een uur of 2 daarna liggen ze op een strand ergens in Spanje of in Griekenland of God weet boer. Och jong, de wereld is niet meer te kennen. En dat hebben we allemaal in ons leven meegemaakt. Het grootste verschil is toch, hij zit Marie, hij bent een dokter. Hoe dat? Wat mende? Is het nou niet veel beter als vroeger? Ja, maar toch. Toen we jonger waren, als we kopping houden, dan moesten we bij de dokter bekans al hoe doen. En nou? Nou hoeven we alleen maar ons tong uit te steken.